Een nieuw vliegtuig. Hij vliegt gewoon over. Oh, wat cool. Wat is dit dan? Wow, we zijn in het vliegtuig, kijkers. Deze nieuwe video. Hoe is dat? Het is de kermistijd en we gaan een nieuwe video opnemen met Enki. Ja! Hey jongens, welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Enki en vandaag gaan we met Sitchie spelen. Ik zag heel veel comments over kijkers. Niet over kijkers, van kijkers. Ik zag heel veel comments van kijkers. Die zeiden: Enki, leuk dat je. Die zijn allemaal, denk je, leuk dat je dat ene jailbreak speelt. Maar je moet Mad City spelen, dat is veel leuker. Dus ik denk, nou oké, we gaan iets gek doen en we doen Mad City. En waar wij beginnen als prisoner. Dat lijkt mij toch altijd wel het leukste om als prisoner te beginnen. Kijk, daar zijn we. Oeps, sorry. Oh nee, oh niet lang. Kijk, daar zijn we dan, Mad City. We zijn prisoners. Hoi, ik ben in de gevangenis. Tok. Hey, Yuri, you're right, maybe I can help you escape. Oké, dus ze zei dat ik in deze doos moest kijken. Een search box. Kijk! Oh. Hé, je liegt tegen me! Hij zegt er zit iets waarschijnlijk in die doos. Oké, dan moet ik in andere kratten kijken. Nou, zit hier wat in? Empty? Ja, die is ook al leeg! Wat moet ik nou doen, kijkers? Wat moet ik nou doen? Oké, wat is die leuke? Oh, kan ik ook sporten? Oh, dan kan ik sterker worden. Huh? Yeah! Aha! Yeah! Rennen! Sterker worden! Oh, het leven als een gevangenis, meneer, is zwaar hoor, als crimineel. Kan wat doen. Deze gevangenis is veel moeilijker dan de andere. Oh, rustig. Ah, nee. Pas op. Pas op, jij. Hij gooit granaten. Pas op, hé. Hey. Zo. Oh, ik heb een touw gevonden. Kijk eens. Oké. Okay. We hebben nu wc-rol, oftewel tape. We hebben een spoon. En we hebben een touw. Search barrel. Oké, okay, een lockpick. Oké, okay, ik heb een lockpick gevonden. Kijk eens. Komt ie hoor. Ik heb namelijk een uitweg gezien. En nu we deze stiekem lockpick hebben gevonden. Gaan wij een plan bedenken om eruit te komen. Oké, okay, kijkers. Volgens mij was het hier. Lockpick door. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Ja! We zijn er door. We zijn er door. Oké, okay, je mag er niet zijn, maar dat maakt niet uit. Open vent, daar gaan we. Hoppakee. Kijkers, we zijn aan het ontsnappen. Kijkers, wat is dit toch spannend. We zijn een hele geheime missie aan het doen, kijkers. En ze mogen niet weten wat er gebeurt hier. We moeten snel zijn, want we ontsnappen in de gevangenis op het moment. Oh, kan ook gewoon rennen hier. Oké, okay, spring, spring. Open vent. Oké, okay, en gelijk rennen. Gelijk rennen. Oh, oké, oké, oké. Oké, oké. En ze hebben niet door dat ik weg ben. Ze hebben niet door dat ik ontsnap. Kijkers, het is een ontsnapping. Wat is dit, een gevaarlijke ontsnapping? Oké, okay, er staat een politieauto daarboven. Zag je dat? Oké. Okay. Stond daar op de brug stond de politieauto. Dus als ik denk, nou, als we nou hier zo'n bootje pakken. Oh jee, viel iemand in het water. Er is iemand aan het zwemmen met de politiehond. Oh jee. Oh jee. Nou, daar gaan we. Daar gaan we, kijkers. Een ontsnapping! Het is een succesvolle ontsnapping! Goed, wat goed! We hebben het gedaan! We hebben ontsnapt uit de gevangenis. Uit de hoge, beveiligde gevangenis. En we kunnen toeteren. Wat een missie. Wat is dit dan? Hoe kan dit nou ineens avond zijn? Dit is allemaal politiewerk. Ze hebben door dat ik ontsnap, mijn kijkers. Dus wat wij doen, is we gaan hier het land op. En dan zullen ze nooit doorhebben dat wij hier zijn aangemeerd. Kijkers, dit is het ultimate plan. Wat we nu nodig hebben, is meer geld. Wat we nog meer nodig hebben, is gewoon wat andere kleding. Want de kleding die we nu aan hebben, dat kan echt niet hoor, kijkers. We hebben echt nog inmate kleding, gewoon gevangeniskleding aan. Dat kan echt niet. Oké, kijkers, we zijn in de stad. En ik hoor gelijk al iets, dat er iets gaande is. Ik hoor een bel. Er is iets gaande, kijkers. Maar ik weet niet wat. Dus we gaan even onderzoeken wat er gebeurt. We zijn namelijk ontsnapt. Dit voelt veiliger, dit. Dan over de straten zelf. We moeten een beetje door de steentjes gaan. Een beetje overal spieken hier naar wat er gaande is. Misschien, kijk, hier is een bank. En er is helemaal niks gaande. Ik hoor wel dat er een bank. Bel. Een helikopter! Oh! Wow, rustig aan! En ze drijven. Nou, hier kunnen we dus ook niet meer in. Oh, jawel! Oh! Ga ik omhoog? Oh, met E! Kijk! Oké, okay, kijkers. Dit is dus hoe wij geld gaan verdienen. We hebben nu gewoon onze helikopter hebben we. En nu we onze helikopter hebben, moet ik even achterkomen. Wat is dit dan?
Een nieuw vliegtuig. Hij vliegt gewoon over. Oh, wat cool. Wat is dit dan? Wow. We zijn in het vliegtuig, kijkers. Open. Open. Open, open, open. Boom. We hebben een wapen. Oh, go to the criminal base to complete robbery. Boom. We hebben nog een wapen. Kijkers, dit is een heftige missie. Dit is een hele heftige missie. We zijn het hele vliegtuig aan het overhoop aan het halen. En we moeten oppassen dat de politie niet komt. Maar we gaan zoveel mogelijk looten. We gaan zoveel mogelijk looten. We hebben al 4 keer een wapen. Wat hebben we nog meer? Nog meer. Open. Open. Alles looten wat we kunnen. Oké, dan gaan we nu kijken wat we hier kunnen doen. Kunnen we hier onderdoor? Ja. Moeten we wel oppassen. Oké, oké, oké. Nee! 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 Oké. Oké, rennen. Rennen, rennen, rennen. Er is hierboven nog meer. Oh, allemaal lasers, kijk eens, wat spannend. Duidelijk moeten we hier langs. Oké, okay. Oké, okay, let op. Oeh, wow, hey, wow. Oké, okay. Oké. En ren. Ah, oké, okay. Dat ging goed, dat ging goed, dat ging goed. We zijn bij de controlkamer. Push button, push button. Wat doet hij dan? Ik push toch de button. Ik heb de button toch gepusht. Nou, dan gaan we maar terug op via deze hele moeilijke route. Oké, daar gaan we. Oh, ik hoor een piepje. En meerennen, meerennen, springen. Meerennen, meerennen. Oké, oké, oké. Er gaat een piepje gaande. We zijn er bijna. Rennen, rennen. En, oké. Okay. Oh, er is iets gaande. Ik hoor piepjes. Springen. Looten. Wat zijn die piepjes? Oké, okay, genoeg gehad, genoeg gehad. Springen, springen, springen. Eruit, eruit. Ah. Ah. Oh, kijk eens. Kijk maar, we waren bijna bij het einde van de map. Daarom piepte hij zo erg. Ah, wat een missie, hé. We hebben geloot. Return to the criminal base. Dat is helemaal daar. Kijk eens toch, wat een missie, hé. Wat een spanning en sensatie. We landen half in het water ook. Ah. Nou, dan moeten we even doorzwemmen. Even naar het land zwemmen. Oké, okay, kijkers. We zijn op het land en ik heb die boot gespot. Dus ik denk dat die boot ook te overvallen valt. Snap je hem overvallen valt? Dus wat we gaan doen. Dus we gaan rennen. We gaan niet die boot nu pakken hoor. Maar we moeten daarheen. Dat is denk ik de criminal base. Dat is het plan wat we nu hebben. Oh, dat is een politieagent toch? Of is dat? Nee, dat is geen. Ik schrok even. Pik dat mee je niet, hè? Ben ik net hier ontsnapt zo? Heb ik een missie gedaan? Dan komt er een politieagent. Maar hier, dit is de criminal base. En nu we hier zijn, hier kunnen wij mooi, mooi ons geld eventjes droppen. Oh, hier stopt de boot ook. Kijk, hij stopt daar. Zie je? Hij stopt. Kijk, hier is de kermis ook. Oh, nu snap ik hem ook. Oké, kijk eens. Nu hebben we alle dingen geloot en dan gaan we naar... Misschien krijgen we er nu geld voor, cash. Want we hebben 5 wapens gepakt. Ik had veel meer moeten pakken, maar hè? Dat is allemaal te laat nu voor dat. We gaan eerst kijken wat we hiervoor kunnen krijgen. Vooral deze loot. Wel oppassen voor politie natuurlijk. Oké, dit is de criminal base. Nou, we openen het hek. Dankjewel, ik ben een criminal. Nou, kijk eens. Hoppakee. Hoe is dat dan? Zie je? 5000 euro. Dollar bedoel ik gekregen. En een victory muziekje. Hier zijn dus ook allemaal dingen, kijkers. Wat cool, hé. Wat leuk. Oh, dit is gewoon de criminal base. Met allemaal muziek en gezelligheid. Je kan wapens pakken. Oh. Nou, is dat niet even leuk? Kan ik me hier ook omkleden of niet? Want ja, hè, ik zit nog wel in de gevangenispak. Oh, change clothes. Nou, kijkers. Moet je zien. We zijn gewoon helemaal ongekleed. We zijn geen crimineel meer. Of geen crimineel, dat zijn we hartstikke wel. We zijn geen gevangenis met het persoontje meer. We hebben nu veilig. Weet je wat we nemen? We nemen ook een knife en een pistool. Het is altijd handig om een knife en een pistool even bij ons te hebben. Zijn we nu de criminal base? We hebben hartstikke goed geholpen. En we zijn helemaal goed nu. Ik zie daar een boot. En wat nou als we die boot eens voor de volgende keer doen? Dan gaan we die boot nu even bekijken, even inspecteren. Hoe gevaarlijk die boot daar is. Nou, dan gaat de boot weer. Oké, de boot blijft dus ongeveer circa 5 minuten, denk ik, dat de boot er blijft. Of 3 misschien. Oké, we gaan een plantje maken en dan kijken we wat we de volgende episode gaan omzien. Gaan we wel de boot overvallen? Wat leuk! Kijk eens, dank jullie wel voor het kijken. Abonneer allemaal eventjes. Kijk of je geabonneerd bent, want het is super leuk om te doen abonneren, hé. Doe dat maar gewoon. En nee, ook even kijken of je geliked hebt. En dan zie ik jullie bij de volgende episode. Tot ziens. Mijn naam is Eentje. Gebeurt er? Gebeurt er? Hallo? 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 Hé, hey, wat is dit? Wat is hier gaande? Doe eens normaal. Maar de criminal base zegt...
die vredig. Vredig landje zijn we. Oh, zo, toe is allemaal normaal. Nou kijk, een stukje eraf het kan in deze video. Ik zie jullie in de volgende video weer. En door allemaal duimpje omhoog abonneren. Dan zie ik jullie weer. Doei. Hey, dat is water. Yeah.